Het is tijd voor de action. Yeah. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de skins voor Nintendo Switch Joy-Con controllers. Ja, aparte naam, ik noem het ook maar gewoon sleeves, kan je het ook nog noemen. Kortom, het zijn rubbertjes voor je Joy-Cons. Wel ideaal, want als je ze laat stuiteren zijn ze wel wat beter beschermd. Nou ja, ze kwamen dus in ieder geval in diverse kleuren, dus laten we daar eerst eventjes naar kijken. Nou, de grijze hebben we in ieder geval meegenomen. Laten we eens eventjes kijken wat we er meer hebben. We hebben blauwe. Daar twijfelde ik over in principe wel een beetje aan om die hand mee te nemen. Oeh, daar hebben we ook een mooie roze. Yeah. Dus deze kleur hebben we dan ook nog. Eens kijken wat er nog meer in zit. Nou, volgens mij zijn het allemaal dezelfde. Ja. Deze zijn dus in diverse kleuren. En wat ik jammer vind, dat die niet in transparant komt of dat doorzichtig. Want ik heb dan de twee kleuren variant. En in deze video laat ik even zien dat het er waarschijnlijk heel raar uit gaat zien. Damn it. Ik zit met het besef, ik moet even de schaar pakken. Momentje. Yeah. Want ik zit net te kijken. Ik denk, ja, dit ding krijg ik nooit fatsoenlijk opengemaakt. Volgens mij kost de verpakking meer dan wat er eigenlijk in zit. Ben benieuwd naar deze rubbertjes voor over de Joy-Cons. Ze geven je dan zogenaamd wat meer grip. Maar, want ik heb gemerkt met de versies van het kruidvat dat ze uiteindelijk zo groot zijn dat je juist problemen ermee krijgt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit is. Oh, weet je wat al lekker is? Even snuiven. Oeh. Oeh. Ze ruiken niet heel chemisch. Maar sommige van die dingen die ruiken zo goor. Oh, hoe krijgen we deze er nou weer uit? Dat is ook altijd de uitdaging, hè? Want ik al zei, de verpakking kost meer dan uiteindelijk hetgene wat erin zit. Oh, wacht. Hier kunnen we hem openmaken. Hebben ze nog meer plastic? Plastic. Overal hebben we plastic tegenwoordig. Ik word hier zo moe van, hè. Echt waar. En ik wil niet knippen, want straks knip ik ze raak en heb ik een probleem. Nou, kunnen we de vakjes hier openen. Nou, laten we ze er even uithalen. Ah, hier kunnen ze nou indrukken. Ja, oké. Dan gaan we ze er even uitbrullen. Zo. Eindelijk. Nee, in ieder geval, dit zijn dan de rubber caps. Dit zijn dan de rubbertjes die er omheen behoren te gaan. Ja, hoe voelt dit aan? Een beetje raar. Ugh. Nou ja, laten we eens even de Switch pakken en kijken hoe deze gaan zitten aan mijn Joy-Con. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk, het probleem is al, ik heb twee verschillende kleuren. Dus ik denk van nou, kijk, als er nou een Joy-Con of in ieder geval een rubbertje voor de Joy-Cons hadden. Bijvoorbeeld eentje in rood en eentje in blauw. Dat had een stuk beter geweest. Maar op een of andere manier hebben we dan gewoon maar één kleur per set. Even kijken, dan gaan we deze hier in doen. Dan vind ik dit wel een goed idee. Daarnaast, kijk, ik heb hier ook een soort versteviging in zitten. Dus dat maakt het nog comfortabeler. Dus dat vind ik echt wel positief. Oké, eens even kijken. Kijk, en dit vind ik dan weer zo jammer. Kijk, want ondanks je hem redelijk overeen krijgt. Kijk, de knoppen liggen dan wat meer verdiept. Dus dat is op zich niet verkeerd. Maar daarnaast heb ik zoiets van, kijk, je ziet natuurlijk wel het blauw er doorheen. En dat vind ik zo zonde. En dan heb ik liever dat hij transparant is. Of bij wijze van spreken dezelfde kleur. Want die van de, volgens mij het kruidvat was dat wel volgens mij. Dan gaan we deze ook nog eventjes doen. Heel voorzichtig. Niet te hard trekken. Vooral bij dit soort gedeeltes. Want anders dan trek je met verzoen. Kijk, hier zie je dat het heel dun is. Dat trek je gewoon kapot. Dus het is echt een heel kunstje om dat in één keer er heel op te krijgen. En of dat uiteindelijk ook gewoon blijft zitten. Is nog maar de vraag. Want deze moeten hier dan precies overheen. Dat wil ook niet helemaal gaan. Ja, wat vind ik uiteindelijk. Ja, ik ben er nou niet helemaal kapot van. Kijk, als je zwarte Joy-Cons hebt, is dat wel mooier. Of een andere kleur. Maar voor de rest is het dan ook niet echt supreme dit. Kijk, het probleem wat ik met de vorige dus heb. Is dat op een gegeven moment, zoals je hier ziet. De joysticks hebben een vrij grote uitslag. En de caps kan je er in principe overheen doen. Vrij makkelijk. Geef je inderdaad wel wat meer grip. En als dit rubberen capje eraf is, ja, dan heb je meestal wel een probleem, want dan blijft hij niet zitten. Hij is op zich wel heel makkelijk eroverheen te doen. Meestal lukt het, altijd als ik film, dan werk ik het van gemeten. Kijk, een probleem wat je dus nu gaat krijgen, is dat het rubber, daardoor heb je minder speling. Nou weet ik niet of dat het uiteindelijk een probleem gaat zijn. Het voelt wel heel fijn aan, dat wel, want hij heeft inderdaad lekker wat meer grip. De vraag blijft natuurlijk, van als je deze Joy-Cons hebt, of dat je het probleem gaat
krijgen dat hij dus daar aanslaat en dat je dan niet je volledige beweging hebt. Het voelt dat het uiteindelijk wel je volledige travel krijgt. Dus ja, dat is in ieder geval het verhaal met deze dingen. Of dat ze er heel goed op blijven zitten, dat is ook nog maar de vraag op de lange termijn. Dus dan ziet de kombroek heel makkelijk weer afhalen. Ah, jongens. Zo, dan moest ik het even heel goed overheen doen. Kijk, hier begint hij alweer een beetje los van te komen. Maar, oké, ze zitten erop. We klikken er eens eventjes op. En eens kijken hoe hij speelt. Maar laten we eens eventjes een potje gaan gamen met deze grips. Nou, uiteraard buiten het feit natuurlijk dat je ook veel meer bescherming krijgt als je een keer mag laten stuiteren. Wat ik wel heel prettig vind is dat hij heeft dan nu dat extra gripje aan de onderkant. En ik vind het echt wel een stuk comfortabeler spelen. Dus ik vind het op dat punt wel een dik pluspunt. Ik heb niet het idee dat hij problemen heeft met de travel van de joystick. Dus dat is ook weer een positief. Dat had ik dus bij vorige versies wel eens. Ja, de grip die je extra krijgt vind ik ook prettig. Dat geeft inderdaad echt wel meer comfortabeler. De joysticks zijn in principe nou ook een stukje groter. Want dat vond ik ook een nadeel bij de Switch, dat de joystickjes wat kleiner zijn. Voor mensen wat grotere handen is dat wat lastiger. Maar in ieder geval, ja, wel positief. Het enige is dan wel dat je de plus en min, ja, daar heb ik wat meer moeite om in te drukken. Want die is nu vrijwel gelijk hier met het rubbertje. Dus ja, dat is het enige nadeel wat ik kan vinden. Voor de rest, hij zit dan aan deze kant nog niet helemaal lekker zoals je hier ziet. Ik heb hem een beetje lopen duwen. Maar voor de rest, moet ik zeggen, is zeker niet verkeerd. Ja, heb je deze nou gekocht? Laat me weten in de comments. Wat vind jij van de rubbertjes van de Battletron Nintendo Switch Action? Ik wil je even bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.